Vandaag is het de solistenwedstrijd van Vlamo in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Kunsten van Mazeik. De instrumenten die vandaag aan bod komen, dat zijn de slagwerkinstrumenten, de koperblaasinstrumenten, de ensembles en de toets- en strijkinstrumenten. Dat is een gelegenheid voor elke solist vanuit destijds, toch alleszins vanuit de harmonie en fanfare wezen, om zich te tonen en om te kijken waar dat hij of zij staat. Ik ga zelfs een stuk van Beethoven spelen. De Grand Sonate Pathétique van Beethoven. Ik vind het heel leuk. Je kan er heel verschillende soorten muziek mee maken. En dat vind ik wel heel leuk. Ik speel piano sinds mijn derde leerjaar al, denk ik zo ongeveer. En ja, ik vind het wel vooral heel leuk, omdat ik ook... Ja, het is een leuke hobby op zich. Muziek is altijd al een interesse geweest van mij. En ja, ik blijf dat nog altijd heel leuk vinden. Het gegeven wedstrijd misschien op zich is belangrijk, maar ook het gegeven van de samenhorigheid en zo verder en kijken naar de prestaties van elkaar, kijken waar dat je staat. 88,5%. Het belang dat we inzien als Vlamo om een degelijke werking te hebben met de DKO. Dus met alle academies, vooral in Limburg en ook in de andere provincies, is het een nauwe samenwerking, omdat wij zien dat het muzikaal peil, wat de leerlingen hebben in de academies, dat bijzonder hoog is. En het is een win-win situatie, zowel voor onze verenigingen, onze korpsen, voor de individuele muziekbeoefenaars, dat die een degelijke opleiding krijgen. En België is gekend om zijn degelijke muzikale opleiding in de academies.